Voorafgaand het vertrek van premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda heeft hij samen met president Bouterse een rondleiding gekregen in het steenslagbedrijf Fedra. Daarna is de delegatie doorgereisd naar het ananasbedrijf Amea. President Bouterse en premier Brown waren zeer onder de indruk van de ananasaanplant van Amea. Tijdens dit bezoek gaf ons staatshoofd aan dat de landbouwsector erg belangrijk is voor Suriname. Hij hoopt dat door werkgelegenheid te creëren in deze sector, meer jongeren aan landbouw zullen doen. We zijn elke land met veel mineralen, goud, bauxiet enzovoort bekend. Maar het raakt een keer op, terwijl de grond, afhankelijk van hoe je de grond behandelt, zal er altijd ruimte zijn om te produceren. En we nemen natuurlijk professionals om ons te helpen. Als je landbouw doet, zou je op een bepaald moment een spuitprogramma zou je wel moeten gebruiken. Maar een dusdanig programma waardoor de zaak sustainable wordt en tegelijkertijd je kunt praten over een crop dat eigenlijk vrij is van fertilizers, echte fertilizers. Premier Brown gaf aan dat hij het agrarisch systeem van Suriname wil implementeren in Antigua en Barbuda. Brown zei dat hij meer jongeren zal interesseren om aan landbouw te doen, omdat er potentie zit in die sector. Unfortunately, our farmers see themselves as farmers and not as entrepreneurs. And that is perhaps another transition that we would have made in terms of transitioning them into entrepreneurs. And it's important for farmers to see agriculture as a business. And the operators have got to see themselves as their own farmers. Another good thing I observe is that you have a bank, at least one bank, standing by you. We have a problem in Antigua in that the banks generally do not fund agricultural production. And I imagine one of the reasons that, you know, we suffered from this cycle of hurricanes on an annual basis. And, you know, hurricanes are literally destroy the crops, so because of the risk, the banks locally do not fund the agricultural production. So I see you have here a good infrastructure in place, one in which technical expertise has been offered. You have the funding mechanism, and obviously the leadership of the president and his government. And I think that is really remarkable. Premier Gaston Browne tijdens een rondleiding op de ananasaanplant van het bedrijf Amea. Daarvoor kregen de premier en de president en president Bouterse een rondleiding in het steenslagbedrijf Fedra. Na de rondleidingen zijn premier Browne en zijn delegatie vertrokken naar Antigua en Barbuda.